Vorige keer hebben jullie kunnen zien dat het niet zo goed gaat met de conditie van Piet. Ook eet Piet hele verkeerde dingen. Dat is niet gezond voor je. Nee, zijn conditie was echt niet best. Dus dacht de Sint, we gaan maar eens naar de huisarts toe. Je ziet er een beetje pipsig uit. En ik vind dat die knieduigingen, die kunnen wel wat sneller. En het zou ook zomaar kunnen dat je misschien wat gezonder kan eten. En misschien zou je eens langs kunnen gaan bij iemand die wat weet over voeding. Dus bijvoorbeeld een diëtiste weet daar veel van. Nou, en dat deden we dan ook. Van harte welkom Sinterklaas in bij Praktijk en Gewichtsconsulenten. Dank u wel. Oh jee, bijna 100 kilo. Sinterklaas, er is niks aan de hand hoor. Nou, er was natuurlijk van alles aan de hand. Valt mee, hè? Nou, het viel helemaal niet mee. Wel, als je daarbij wel even lekker gaat sporten natuurlijk, hè. Goed bewegen. Goed sporten. Dat komt het helemaal goed volgens mij. Kunnen we wat sporten regelen voor vandaag? Misschien kunnen we in Berkhout wel wat mooie sporten vinden. Nou, zo goed ging het dus niet met de conditie van Piet. Het leek toch werkelijk nergens op. Maar Piet deed wel zijn best. Ook ging Piet tafeltennissen. Dat ging toch best redelijk. Dit vind ik wel leuke sporten, Sinterklaas. En ik merk ook aan de conditie. Ja, dat gaat beter, hè. Het gaat al beter. Laten we snel kijken hoe het verder ging. Waar zijn we beland? Oh, Piet, dat is de tennisbaan, hè. De Berk. Tennisbaan De Berk. Ja. En ik denk dat het misschien ook wel goed is om wat te tennissen. Dat lijkt mij voor de conditie ook wel weer een goed plan. Zeker weten. Nou, waar zullen we starten? Nou, laten we dat eerst maar eens even op de minibaan doen, hè. Oh, dat is wel redelijk veilig. Ja, we moeten rustig aan beginnen, Sinterklaas, want we hebben net de tafeltennis al gehad. Oh. Hier moet u de bal mee slaan, denk ik, Sinterklaas. Dat denk ik, lijkt mij ook, Piet. Hier moeten we ook wat mee doen. Nou. Ik wil dat we even kijken of dat nog een beetje wil, hè, Piet? Ha! Heel goed, Piet. Sinterklaas, ik sta hier, hè? Ja, maar je mag hem daar vandaan ook terugslaan. Oké. Je mag van verschillende kanten, hè, Piet? Kijk! Kijk eens aan, Piet. Keurig. Oh, wat jammer al. Piet. Hij was uit. Zou je denken? Ja. Nou Piet, ik denk dat je eerst maar eens moet oefenen in de oefenkooi. Zou dat niet een goed idee zijn? Daar zitten we toch al in? Nee, dat oefenkooi staat erop, hè. Oh! Ik denk dat je daar even eerst tegen de muur moet oefenen. Dat lijkt mij goed. Oh ja. Moet er even wat drinken, Sinterklaas. Ja. Goed, water drinken, hè, dokter. Ja, en gezond eten, hè. En goed gezond. Borteltje, heb je dat al gehad? Nee, nog niet. Die ga ik straks nemen. Oh, dat moeten we nog even op de... Dat is goed voor de ogen. Piet ging nog even oefenen in de oefenkooi. En dat ging hem goed af. Sport is goed, Sinterklaas. Ik merk het al, hè. Oh, het gaat wel beter. Maar. En zijn conditie gaat ook vooruit. Nou, dit komt helemaal goed, hoor. Is dit niet voor mij, Sinterklaas? Nee, dit is niet voor jou, dat zie ik al. Maar het ziet er wel lekker uit, hoor. Ja, je bent wel gek van taart, hè? U weet het, hè? Ja, dat... En dit is ook goed voor de conditie, hè? Dat is helemaal niet goed voor de... Dit is nou hetgene waar je niet meer aan mag dit komen. Dit is niet goed voor de conditie. Oh. Maar het is wel erg mooi, hè? Ja, het ziet er heerlijk uit. Nou, denk ik ook. Ja. Nou, Piet, we gaan aan de gang weer, hè? We hebben druk. Kom. Maar, Sinterklaas, ik heb een beetje trek gekregen. Ja, nee, niks ervan, Piet. Ik heb hard gewerkt. Ja, nee, andere keer, hè. Wie weet het, we zijn nu met de conditie bezig. Ja. Heel.
Het is toch veel beter dan patat. En kroketten. En frikandellen. Heerlijk appeltje. Dat is een glazen bootcamp. Oh, dat lijkt me heel goed voor Piet, hè? Dat zou wel heel goed kunnen zijn. Ik denk dat hij sportief wordt. Nou, dat is de conditie die Piet wel nodig heeft, ja. Kijk eens aan. Nou, oh mijn hemel. Waar is hij? Nou, wat denk je? Piet zit te slapen. Zeg Piet, hallo. Ja, Sinterklaas. Wat is er? Zou je niet meedoen met bootcamp? Gaan we bootcampen? Nou ja, jij Piet. Je moet nog wel je conditie werken, hè? Oh ja, de conditie uiteraard. Opstaan, huppakee, meedoen. Even aansluiten, Piet. Dus ik moet achter hun aan. Ga door achteruit. En door. Kom Piet. Ik kan een beetje bij jou. Dat moet jou toch lukken, hè, Piet? Hey, doe het even voor. Ja. Je maakt een squat. Ja. Alsof je op de stoel gaat zitten. Ja. En dan als ik een squat maak en ik kom weer boven, dan gooi ik hem naar je toe. Oh, ja. En dan vang jij hem. Yes? Ja, dat dan is het. Een squat en dan gooi je hem naar de Oké. Ga je gang. Mag ik je Sinterklaas? Oh, dat moet wel zien, Piet. Squat en gooi. Kijk, en de laatste keer voor de kleine cadeautje is veel te makkelijk. Jongens, pak de grote maar op. Oh ja. Yes. Ja. Doen we hetzelfde. Squat en gooi. Yes. Ah, Piet, want daar zit ik niet over in, hè? Cadeautjes, dat is mijn. Dat red ik. Nog drie keer. Nog twee keer. Ja, gaat goed, Piet. Nou, en laatste keer. Super. Goed, neem de cadeautjes mee en dan mag je er komen zitten. Nou, dan gaan we verder. Sinterklaas doet ook gezellig mee. Oh, dan gaan we cadeautjes doorgeven van links naar rechts in een kringetje. Dat gaat helemaal goed. Ja? Dus Piet, je pakt je cadeautje voor je. Naar rechts. Ja. En die geef je mij. Ja. En ik geef hem aan de Sint. Kijk zo. En door. Oké. Dat zijn de schuine buikspieren. Oh ja. Ik heb een kleine opstopping in deze. Even een beetje opletten, jongens, hier zo. Nou, dit is ook mijn vak, Sinterklaas. Heel goed. Ja. Ik bedoel dat we even een beetje achterover leunen voor de buikspieren. Ja. Even een beetje naar achter. Ja. Moet ik naar achter? Nee, leunen, Piet. Oh, leunen. Niet te moeilijk maken, hoor. Voor de buikspieren. Ja, voor de buikspieren. Oké, verrassing. We gaan de andere kant op. Dit wordt ingewikkeld. Andere kant. Dat kunnen we ook, hè. Want dat, als jullie problemen al ontstaan. We gaan te hard. Sinterklaas kan het niet bijhouden. Nou, jawel hoor. Maar ik ben 5 december gewend, hè. Nog drie keer. Drie keer nog. Ja, nog twee keer. Twee keer. En de laatste, yes, super, oké, top. Sinterklaas gaat een stuk beter met me. Nou, dat denk ik wel, met die cadeautjes gaat het prima. En de buikspieren ook, het is de helft minder hoor. En dan gaan we nu even verder aan de conditietraining doen, Piet. Doen we verder. Oké, wat gaan we doen, Piet? Met op. We gaan wat weg. Je pakt een cadeautje, je gaat slalommen in de pionnetjes. Je stapt in de hoepel, dat is de schoorsteen natuurlijk. Dan gaan we doorheen en dan rennen we terug. Dan mag jij. Jij gaat twee keer, ik één keer. Dan mag jij twee keer, ik één keer. Dat is ook goed. Oké, dan gaan we. Wie het snelst is, hè? Wie het snelst is? Hé, één dag. Slauwe, yes. In de hoepel. Ja, kijk, hij wordt fanatiek. Heel goed. Terug slauwe. Ja hoor. Ja, dat is alles goed. Super. Ja. Ben ik altijd in de klas? Geef je mij? Die terug is slaan om, heb je heel goed. Dankjewel. Oh, dit is wel lastig. Dat wordt een uitdaging. Oh. Ja. Niet vast.
jullie verloren hebben, Piet en Tycho, moeten jullie voor straf 10 push-ups doen. Push-ups. Tycho doet het even voor. En Gabrielle en Chantal, die gaan we even aanmoedigen. Ja. Yes. Ja. Dus 10 push-ups. 1, 2, 3, 4, 5, gaat goed. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, Piet, ik dacht van je te kijken. Sinterklaas. Ja, dat gaat een stuk beter, Piet. Piet, je hebt het heel goed doorstaan. Ik ben helemaal trots op jou. Dank u wel. Super gaaf. Geef maar high five. Ja, oh ja. En je bent helemaal klaar voor de... Nou, even een applausje, hè. Want het is wel echt heel erg mooi voor jullie, hè. Maar wat werkt dat goed, zeg. Ja, dan moet de chef van de Pieter misschien ook maar eens een keertje langs sturen. Ja, dat zou ik zeker doen. We krijgen allemaal een gratis boeket. We moeten gaan, denk ik. Ja, wij gaan weer naar het volgende, Sinterklaas. Want we moeten nog een beetje bijspijkeren. Vindt u ervan? Nou ja, de coördinatie hebben we onder controle, de conditie wordt beter. Maar misschien iets aan precisie nog, dat zou kunnen, hè? Precisie? U zegt het goed, Sinterklaas. Nou, dat gaat toch goed komen. Dan gaan we aan werken, dan gaan we aan werken. Nou, Piet, het gaat lukken. Ja. Ik ben er helemaal van overtuigd. Oké. Ik moet toch dan eens voetbalschoenen aantrekken. Bij voetbalvereniging Bergouw zou meneer Pot ons opkomen wachten voor de training. Ja hoor, voetbalvereniging Berghout. Geweldig. Ik denk het ook, Piet. Nou, ik denk dat dit allemaal mensen zijn die ook aan de conditie moesten werken, of niet? Zijn ze allemaal heel hard mee bezig, zit niet Klaas? Dat zo ziet het er wel uit, ja. Oh, kijk, meneer Bot is wel bezig. Meneer Bot is aan het hardlopen. Moet ik dat ook allemaal doen, Sinterklaas? Oh, ik denk het wel, hè, Piet. Oh. Wat gaat u allemaal doen, meneer Bot? Kom op, Piet. Ja? Moet ik aan de gang? Ja, hier komen. Conditie. Ja. Kijk. Ja, wat moet ik doen? Ja. Slalommen. Ja. Om de pionnen heen. Ja. En dan natuurlijk een doelpunt maken. Uiteraard. Oké. Kan je dat? Kijk ermee, Sinterklaas. Zoveel mogelijk. Ja. Achter elkaar. Hallo. Ja. Piet. Ja. Wat is er? Terug. Terugkomen. Wat is er? Wat denk je zelf? Ik moest daar naartoe lopen en ik... Een bal! Ik moet een doelpunt maken! Bal natuurlijk! Overnieuw, overnieuw. Ja, oké. Okay. Met bal, deze manier. Ja. Oké. Sinterklaas. Ja, Piet, let maar even op, hè. Hallo. Ja, gaat goed, hallo. Hè? Hallo. Ja, wil je niet? Sneller. Zo werk je toch niet aan je conditie? Sneller. Ja? Ja? Nou, kom maar terug. Hij zit erin! Overnieuw. En rennen. Het kan allemaal veel sneller. Nog een keer? Ja, sneller. Piet, dat moet toch wel preciezer, hè? Ja, gaat goed. Goed zo, en door. Terug. Tempo. Het moet meerdere keren achter elkaar. Daar is je bal. Ziet u? Ja, en scoren. Nu met links. Met links! Ja! En kom maar weer. Meneer Bot, kunnen we even rusten? Nee, niet piepen. Doorgaan. Kunnen we niet even rusten? Doorgaan. Nu zo bouw je conditie op, Piet. Zo bouw je conditie op. En weer. Ja, die. Heb je ook een andere route voor me? En scoren maar. Scoren. Ja! Oh! Ja! Hai joh! Nog niet eigenlijk. Piet. Nog niet. Let op. Ja! Jammer, Piet. Hij nee, zit erin. Nee, Piet. Hij moet over de lijn, hè? Nou! Dit is de allermooiste voor je. Ja! Voorzitter. Piet, daar gaat hij, hè? Kom op! Ja! Yes! Geweldig. Oh. Ben ik geslaagd? Dat heb je toch goed gedaan. Goed zo. De laatste keer was de beste keer. Goed zo. Goed, maar nou meneer Bob, hoe vaak zou meneer Piet nog langs moeten komen om een beetje conditie op te bouwen bij hem? Nou, minimaal 2-3 keer in de week moet dat gebeuren. Ja, want 5 december moet hij in topconditie zijn. Ja, ja. Dus volgende week hebben we nog. Nog 3. Nou, dan kun je nog 8-9 keer trainen. Dat gaan we doen, Sinterklaas. Ja. Want... En dan wordt het wel eens wat, denk ik. Ik heb net een hele belangrijke tip gehad. Ik moet veel aan mijn conditie doen. Goed eten. Goed drinken. Water uiteraard. Dan komt alles goed. Ook dat is belangrijk. Sporten en voeding. Ja, heel belangrijk. Gaat goed.
Even hardlopend, hè? Ik pak deze wel, Piet. Ik pak deze wel. Oh, jammer. Kijk, hij krijgt een smaak te pakken. Oh, dat wordt weer lopen. Dan moet je hem nog een keer halen, hè? Oh, Sinterklaas? Ze moeten daar naartoe. Ja, maar dat doel is even groter. Kijk, daar moeten ze naartoe. Oh. En we moeten het doel ook nog opruimen. Dat doen we even met z'n tweeën. Dat is wel een heel mooi systeem. Jij daar, Piet? Nou, Piet, ik ben wel trots op je, hoor. Ja, daar gaan we. Mag ik hem nog een keer terugpakken? Ja. Stukje naar links. Stukje. Ja, het hoort er allemaal bij, hè? Hoort erbij, ja. Ja. Lijkt me een verhaal wel. Dat doen we samen. Hartstikke goed. Goed, hè? Nou, dat was het. Ja, zo hoort hij. Nou. Bedankt. Tot volgende keer dan, hè? Ja. Nog hier trainen. Ja. Wat een opgave. Ja, maar ik ga dat redden. Toch heb ik al vertrouwen in. Ik ga dat redden, Sinterklaas. Moet wel even de bal opruimen, dan zal ik ook op de goed, hè? Ik dacht dat dat vergeten was. Nee, nee, Sinterklaas vergeet niet zo snel wat. Dat is jammer. Schaatsen maar aan. Ja. Ja, maar... Nou, meneer Herman. Ik kan de schaatsen nu wel aantrekken. Ja. Maar wat is hier aan de hand? Nou, ik vind het wel heel frappant. Gisteren lag het er nog. Gisteren lag het er nog en nu is er niks meer. Ik ga even kijken of het nou haalt, Piet. Even kijken wat er aan de hand is. Want ik kan nu wel een rondje met uw schaatsen gaan, maar ik denk dat ik een nat pak haal. Wat, kanonnen. Dit gaat hem niet worden. Piet? Ja? We grijpen weer mis. Hé, weer geen winter. Trap er finaal erin. Nou ja. Wat nou? Dan denk ik dat ik wat anders moet gaan verzinnen. Dit gaat hem niet worden. Dus de hele training voor niks geweest? De hele training voor niks geweest. Maar, ik moet naar wat anders toe. Want ja, ik moet dit toch weer met mijn conditie verantwoorden dat ik goed bezig ben. Maar ik roep u terug als er een dorpen toch komt. Staat. Nou, vooruit dan maar. Staat. Dus nu moeten we dat hele stuk weer terugrennen, meneer Herman. Ja, we moeten even goed aan de conditie blijven werken. Want je weet me nooit, hè. Heb ik mijn schaatsen meegenomen? Ja. Kan ik niet schaatsen. Dit vind ik wel jammer. Dit vind ik echt jammer. Het zijn Ik heb probeerzin aan vandaag. En ik heb weer trek vandaag. En ik stik van de conditie. Ik zie het helemaal weer zitten vandaag. Eens kijken. Even de menukaart weer kijken. Zo, dat ziet er weer goed uit. Gezonde gerechtenkaart. Ja, dat gaat gebeuren. Nou, eens even kijken wat Matthias vandaag op het menu heeft staan. Hey Piet. Ah, Matthias. Ben je er weer? Daar zijn we weer. Ja, nou ja, je weet het, hè? Het gebruikelijke. Het gebruikelijke. Recept. Of het nieuwe gebruikelijke. Ja, zeker het nieuwe gebruikelijke. Is... Ik heb er zin aan, Matthias. Ja. Ah. Tja. Kijk eens, Piet. Dat is snel. Ja. Ja, Matthias, dat ziet er weer heerlijk uit. Je vegetarische, groene, supergezonde salade. Vegetarisch, dat klinkt goed, Matthias. Eet smaak. Dankjewel, dankjewel. Gezonde salade. Zie je het? Dit moeten we eten. En dat is goed voor de conditie. Mmm.
flink veel rauwkost erin. Tomaatjes. Spaghetti. Vegetarisch. Piet? Ja, zit Nicolas? Piet, waar ben jij? Hier zit Nicolas. Och, kijk nou. Ja. Dat doet mijn deugd, Piet. Kijk. Oh, ja, zie je wel, ze hebben hier ook een gezonde kaart, hè? Ja, en het smaakt uitstekend. Oh, dat zei ik al, Piet. Ik kan u wel zeggen, de conditie gaat goed vooruit, hoor. Piet, ik ben toch ontzettend blij, hè? Want ik denk dat nu 5 december toch helemaal goed moet komen, hè? Meteen met de cadeautjes en het bezoek op school, dat gaat helemaal goed komen nu. En mede dankzij de dokter, hè? Advies. En? Sinterklaas. Oh, en de diëtiste ook, hè? Maar dat maakt niet uit. En de diëtiste. Ja, toch al dat sporten wat je al gedaan hebt, hè? Nou, het hakt er wel in, hoor, het sporten, maar het helpt ontzettend goed, Sinterklaas. Er is nog één ding. Dat is? Niet met volle mond praten meer, hè? Sorry, Sinterklaas. Oké. Nou, ik eet nog even door, Sinterklaas, want het is voor rubber. Ik wens je veel plezier, Piet. Ik zie je straks in de kerk, hè? Aan de overkant. Tot zo, Sinterklaas. Dag, Kerel. Nou, Matthias, bedankt, hè? Ik weet niet waar hij is, maar... Bedankt, Matthias, ook even dat hij zo goed voor je zorgt. Dag, hoor. Matthias, bedankt. Het smaakt ontzettend lekker. Heel. Ik ben wat van plan, Sinterklaas, dat u dit weer allemaal voor mij geregeld hebt. Nou ja, je wou zelf wat op het water doen. Ja. Ik denk, nou, dit is wel heel modern, hè, suppen. Dus je kunt dat toch proberen, Piet? Dit heet suppen? Suppen, ja. Oh, dat lijkt me wel interessant om dat te doen. Zo, nou, Sinterklaas, ik heb wel mijn zwempak even aangetrokken, hè? Ja, dat heb ik gezien, Piet. Wat vindt u ervan? Nou, als je maar droog blijft, hè? Ja, natuurlijk blijf ik droog. Natuurlijk blijf ik droog. Oh, dat is belangrijk. Want nu is de bedoeling dat ik die plant dus in het water doe, hè? Nou ja, dat lijkt me wel. De peddel kun je niet staan, Piet. Oh ja. Dit heb ik nog nooit gedaan, hè? Ik zie het. Nee. Even kijken, welke kant wilt u dat ik opvaar? Dat maakt niet uit, dus ga eerst proberen even op te staan. Even de goede kant, hè? Ja. Oh, je hoeft geen eens op te staan. Nou, Sinterklaas? Nou Piet, het valt me alles mee dit. Ja. Dit was het, hè? Nee, wel een beetje peddelen natuurlijk. Nu moet er gepeddeld worden. Ja. Alles voor de sportiviteit, hè? Ja, dat denk ik wel, Piet. Nou, ik heb het al aardig onder controle, Sinterklaas. Piet, je moet er wel even omdraaien, want ik wil wel graag even je gezicht zien hier. Hè. Ja, ik ga verderop even keren als ik al een stukje gedaan heb, Sinterklaas. Hoe moet ik keren? Ja. Ik kan peddelen, dan kun je draaien. Oh ja. Kijken waar die subclub is, Sint-Nicolaas. Want dit is te leuk. Ja, nou, ik zal deze kant op komen, Piet, want ik ben wel heel ver nu, hè? Ja, ik kom. Ik vind het begint hier een beetje te golven, Sinterklaas. Ja, kom dan snel deze kant op, Piet. Als dat niet goed gaat, dan moeten we toch weer terug, hè? Ik begin een beetje uit balans te raken, Sinterklaas. Ik vind het een beetje eng worden, Sinterklaas. Sinterklaas! 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 Dit is helemaal niets. Sinterklaas! Dit doe ik nooit meer! Nee, dat dacht ik wel. Oh. Hoe gaan de andere sporten vinden voor je? Hoe verzint u dit, Sinterklaas? Oh. Nou ja, ik moet wel even uit, hè. Ik kan je even niet helpen. Nee, blijft u toch maar daar. Ja. Ja. Nou, weer maar een beetje vandaag, hè. Nou, dit doet de conditie geen goed, Sinterklaas. Nee, dat denk ik ook niet. Het is een beetje nattig, Sinterklaas. Nou, ik heb het door, Piet. Dat is niet best gegaan dit, hè. Maar, Ja, ja, dat regelen we wel, Piet. Ik denk dat we toch eerst maar een hoog droog pak moeten aantrekken, hè. Dit wordt hem niet, Sinterklaas. Nee, dat denk ik ook. Dit gaat hem niet meer worden. Nou, Piet, kom op. We gaan snel naar de kerk. Even douchen, ja. En andere kleren aan, hè. Ik moet even andere kleren aan, Sinterklaas. Ja. Dus dit was nou super. Ja, dat is inderdaad... Dat gaan we niet meer doen. Dat gaan we niet meer doen.
Perfect. Ziet u, Sinterklaas? Conditie is op en top. Alleen ik ga wederom weer niet vooruit, maar dit is een home trainer. Dat ziet er geweldig uit, Piet. Kijk! Och, kijk nou toch. Daar ben ik al heel blij mee, hè? De tip van de huisarts? Ja. U weet het, hè? Als we haar niet hebben... Ik zou je wat vertellen. Ja. Deze kerk heeft geen zonnepanelen. Nee. Maar jij wekt nu al 1,2 kilowatt op, Piet. Goed bezig. Heel goed, hè? Goed bezig, Sinterklaas. Ja, heel goed. Hou hem vol, hè? Ja. Nog even doorgaan, Piet. Ja. Dit is een fluitje van een cent, Sinterklaas. Conditie is het halve werk. Ik ren straks weer met mijn Piet en een dak op, Sinterklaas. Kan hij nog sneller? Hij kan nog sneller, Sinterklaas. Piet had inderdaad gewerkt aan zijn conditie. En zo zien maar kinderen, is het toch allemaal weer helemaal in orde gekomen. Piet heeft een goede conditie en 5 december is gered. Nou kinderen, tot de volgende keer maar weer. Dag hoor.